We zijn met een select gezelschap, eigen volk zou ik maar zeggen, AL amyloidose. Ik zei nog tegen Hans, we hadden het ook wel kunnen clusteren. Er is natuurlijk heel veel overlap in de ziektebeelden. Het uiteindelijke resultaat is hetzelfde en dat is de stapeling van de eiwitten. Maar de aanvliegroute is wat anders. AL amyloidose komt ook meer voor dan de andere typen amyloidose. En die zie ik. Ik zie met name mensen met plasmacelziekte. En ik denk dat zo'n, als je 100 patiënten hebt, zullen het er 80 zijn met multiple myeloom en 20 met AL amyloidose. Is dus wat zeldzamer. Maar wel lastiger te behandelen, zoals gezegd, omdat mensen vaak hele nauwe therapeutische ruimte hebben. Dus je kan niet met vol geweld erin, wat je wel kan bij de myeloompatiënten. Dus dat maakt dat het altijd wat lastiger is en de patiënten kwetsbaarder zijn. Hopelijk heeft u de presentatie kunnen zien. En er zijn nog wel wat vragen uit naar voren gekomen. Dus die wilde ik maar met jullie gaan behandelen. Maar als er hier nu vragen oppoppen, dan bent u natuurlijk vrij om die onmiddellijk te stellen. Want volgens mij is dat de bedoeling dat we interactief gaan zijn. Iemand vroeg mij of het niet mogelijk is om zo'n SAP-scan te komen doen. Omdat die staat in Groningen en wij vinden dat wel een interessant instrument. Zo'n SAP-scan, zo'n serum amyloid P-scan, die voegt wel toe. Hij staat zoals gezegd in Groningen. Verder staat er eentje in Londen en ik dacht dat er misschien nog eentje in Heidelberg stond, maar dat weet ik niet eens zeker. En het is een nucleaire techniek, dat heb ik u ook uitgelegd in de presentatie, waarbij je gezuiverd serum amyloid P, dat zuiver je uit bloed. En daar hang je een radioactief vlaggetje aan, jodium. Dat spuit je in de patiënt. Dat is natuurlijk steriel tot op zekere hoogte. En dat gaat zich verslepen in het lichaam. En dat hecht aan het amyloïd in het lichaam. Dus dat kost eventjes voordat het inwerkt. Dus je spuit het in. En de volgende dag kan je uitgebreid gaan scannen. We maken er altijd een CT-scan bij. En u heeft die plaatjes gezien. Dan zie je heel mooi de verspreiding van amyloïd in het lichaam. En dat weet je normaal niet. Hè? Je loopt normaal van de band met amyloïdose. Met hartfalen of met nierfalen of met neuropathie. Of een maag-darmstelsel wat het niet goed doet. Vaak vind je het dan in een biopt. En dan kijk je in het lab. En dan denk je van, hé, ik zie leverstuwing. Ik doe een echo en die lever is wat stug. Of ik zie hartfalen-enzymen. Ik maak een echo of een MRI. En ik zie dat hart meedoet. Maar met zo'n SAP-scan zie je eigenlijk heel mooi het hele lichaam waar het zit. En dat zegt ons soms wat over welke ziekte het is. Elke amyloïdose heeft een eigen verdelingspatroon. Je ziet ook een beetje van hoeveel amyloïde wel stapelt. Hoeveel heb ik nu aan boord? Het meest belangrijke heb ik onderop geschreven. Je kan de therapie vervolgen. In het begin zie je natuurlijk veel stapeling. Heel vaak zie je dat nadrukkelijk zitten in de lever. Zonder dat dat altijd enzymatisch te zien is. Een mild zie je makkelijk, maar ook de weken delen. En je ziet het verdelingspatroon. En als je een therapie inzet voor amyloïdose, dan varen we natuurlijk op twee dingen. Je wil die lichte keten zo snel mogelijk omlaag zien te brengen, want die is giftig voor je cellen. En die zet ook aan tot stapeling. Dat kan je meten, dat noemen we die hematologische respons. En we willen natuurlijk zien uiteindelijk dat de kliniek verbetert, dus dat hartfalen beter wordt. En dat zien we met die hartenzymen. Dat NT-proBNP. Maar uiteindelijk wil je zien dat het lichaam zich ontdoet van die afvalstof. En dat is, dat is het amyloïd. Dat kan je doen met zo'n vetbiopt. Die doen wij ook altijd. Dat kan je kwantificeren. We kunnen precies zien hoeveel amyloïd daarin zit. Bij aanvang, middenin en aan het eind. En wat je dan ziet is samen met zo'n SAP-scan dat je hopelijk langzaam je lichaam ontdoet van amyloïd. Dat is veel beeldender dan dat je het alleen maar in getalletjes ziet. Nou, dat is een hele goede vraag. En dus degene die mij dat vroeg, die zal ergens in een traject zitten. Het is de vraag hoeveel het dan nog toevoegt. In het begin vind ik het wel inzichtelijk om te zien waar staan we nu. Wat is de distributie? En gaandeweg de strijd kunnen we zien of je inderdaad goed jezelf ontdoet van amyloïd. Soms zit soms wat discrepantie in. Hè? Dat je denkt, ik voel me niet helemaal fit. Die lichte keten die rammelt wat, maar ik weet nog niet of het weer toeneemt. Dan zien wij soms wel op zo'n SAP-scan dat het toch alweer de verkeerde afslag neemt. Het is altijd een spectrum. Hè? Aan het begin heb je die lichte keten, een MGUS, zo begint het. Subklinisch, dat kan jaren voortsudderen. Op een gegeven moment heb je een omslagpunt. En dan ga je inderdaad die amyloïdose krijgen. Dat zit er sneaky, vaak al jaren. En uiteindelijk presenteert zich dat met klachten. En zo is het natuurlijk ook met die SAP-scan en met je subcutane vetbiop. Dus midden
in het traject kan je het doen, maar dat is met name als je zit met vraagtekens. En ja, ik vind ook dat je zo'n SAP-scan, als je hem doet bij ons, dan is dat vaak een package deal. Ja, het is niet eventjes dat je kan komen voor een CT-scan of voor een röntgenfoto en dat je een verslag krijgt en weer teruggaat. Je moet hem echt zien als onderdeel van de kliniek. Dus als wij een SAP-scan maken, dan zien Hans en ik, de patiënt veelal, en dan kijken van, ja, waar hebben we het nu over? Klopt de diagnose wel? Hoe uitgebreid is die ziekte? Welk stadium hebben we? En hoe zou je dat in deze context het beste kunnen behandelen? Dus ja, naast een scan, je moet vaak toch ook een nachtje Groningen doen, is het zo dat je gezien wordt, dat we een vetbiop nemen en dat we het liefst met een behandelplan iemand weer terugsturen en hopelijk later weer terug kunnen zien. Meerdere vragen, maar ik laat het aan jou. Ja, nog één vraag. 10 jaar geleden hebben wij toen ook gevraagd voor een SAP-scan. Toen is er gezegd, met AL heeft dat geen nut. Dat het alleen voor ATTR was. Is dat inmiddels veranderd? Nee. Of was dat de hematoloog die mening had? Dat denk ik dan, want hij is volgens mij wel degelijk interessant bij de AL-amyloïdose. Ja, absoluut. Ja. Ik wacht op de microfoon, mevrouw. Mag je erin met die SAP-schermen als je een pacemaker hebt? Ja. En een kunstklep? Ja. Oké. Ja. Ja. Nee, het is niet een magneetscan. Oké. Nee. Ik ben onder behandeling op het UMC in Utrecht. Mijn vraag is, als ik dat aan de orde stel daar bij de hematoloog, zou ik dan in Groningen zo'n SAP-scan kunnen laten doen? Nee, de collega's in Utrecht waardeer ik zeer. Die verstaan natuurlijk hun vak. En die zeggen dat zij met hun technieken een patiënt goed in kaart kunnen brengen. Is natuurlijk ook zo. Het is aanvullend, denk ik. Wij vinden dit een hele mooie tool om visueel te krijgen, kwalitatief en kwantitatief, wat er met de patiënt gebeurt. Dus het is veel tastbaarder dan een vetbiopje of een getalletje in het lab. Ja. Maar het is zeker mogelijk, Monique kennende. Ja. Excuus, mevrouw. Nergens. Bij mij is ook de diagnose AL geconstateerd, maar ik heb dus als bijvoorbeeld het vetbiop is afgenomen, zat niks in. Maar ik heb overal opgezette lymfklieren, maar ik hoor nergens daar iets over. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, maar ik heb dat dus overal. Dat is een bijzondere. Ik heb gezegd in die presentatie, je vetbiop is eigenlijk heel gevoelig om aan te tonen dat je amyloïdose hebt. Maar er zitten altijd valkuilen in. In het land van de blinden is één oog koning. Je moet het vaak doen, je moet het herkennen. Er zitten bijna geen pitfalls in, maar je moet het wel goed doen. En in onze handen is een vetbiopt is heel representatief over wat er in de rest van je lichaam gebeurt. Vaak loopt dat synchroon. Het kan inderdaad zijn dat je stapeling hebt van amyloïdose in klieren, maar je zou verwachten dat wanneer die klieren inderdaad groot zijn en er zit nog actieve stapeling in, dat op enig moment synchroon loopt. Maar dat hoeft niet per se. Er kwam ook een vraag over zenuwen eerder al. Dat geeft schade. Met de behandeling wil je natuurlijk de organen ontdoen van amyloïd. Dat lukt bij het ene orgaan makkelijker dan bij het andere. Bij zenuwen bijna niet. Het kan best zijn dat in zo'n klier dat klaarblijkelijk toch hardnekkiger is om op te ruimen in het lichaam. Terwijl als je de thermometer erin steekt, de lichte ketens normaal is en het vetbiop misschien ook al minder positief is en zelfs nul bij u met amyloïd. Of toch meer loopt het synchroon, maar dat hoeft niet. Maar wat doen die lymfklieren dan eigenlijk? Niks. Kijk, amyloïdose is een soort pur, zeg ik wel eens. Hè. Je hebt er niks aan. Het is neergeslagen, het is amorf materiaal. En het zit gewoon de werking van zo'n klier in de weg. Het geeft opgezette klieren. Maar die functie die is natuurlijk uitstekend. Het is niet een lymfkliergezwel. En bij een non-Hodgkin lymfoom heb je natuurlijk agressieve klieren die je moet aanpakken. Dit geeft vergroting van de klier, net als je een grotere mild kan krijgen. Maar orgaantechnisch gebeurt er niet veel. Is er een termijn om voor een tweede vetbiopt als de daratumumab goed aanslaat? Ja, wij doen het meestal jaarlijks. Okay. Dus het kost eventjes voordat het amyloïd eruit gaat. Dus aan de voorkant de kraan dichtdraaien. Dan hoop je dat langzaam het badwaterpeil gaat dalen, maar dat duurt heel lang en dat verschilt per orgaan. En dat wil je gespiegeld zien in uiteindelijk een vetbiopt wat van 3+ naar 2+ naar 1+ gaat. Maar dat gaat niet altijd snel. En het roept ook wel eens vragen op. En dat je denkt, nou kan dat nu? Mijn lichte keten is al een hele periode normaal. Maar de SAP-scan die loopt er nog wat achteraan. En ook met vetbiopt geeft bijna geen marge. Dus dat kan. Maar over het algemeen zien we daar een hele mooie voorspelling in. Als je aan de voorkant de kraan dichtdraait, dat je langzaam ont-amyloïd. Toont zich dat via de kappa-waarders?
Sorry? Die minderheid van amyloïd, zeg maar, toont zich dat via de kappa-waarde? Ja, ik heb niet mijn hele presentatie online herhaald, maar dat is inderdaad wat er gebeurt. Hè. Dus je hebt een kwaaie plasmacel. Die heeft iedereen wel een beetje. Dat heet een M-gus. Als je boven de 70 jaar hier in de stad gaat staan, hebben 1-2% van de mensen heeft een M-gus. Dat is een klein kloontje plasmacellen die een verkeerde een eiwit produceren. Een kapotte immuunglobuline. Maar een heel klein deel daarvan, die heeft weer dat weeffoutje dat het verkeerd wordt gepakt. En het lichaam heeft twee manieren om immuunglobulines te maken. Dus naast een zware keten kan hij er een kappa of een lambda aanplakken. En dus een kloon die het niet begrijpt is vaak van één immuunglobuline met één vrij lichte keten. En dus normaal heeft het lichaam een heel repertoire aan plasmacellen wat hij kan maken. Dus die kan daarmee, net als een sleutelslot met vier radertjes, kan hij daar immuunglobulines mee maken. En ja, die lichte keten en een deel van de zware keten, dat is een beetje de sleutel die in het slot past. Dat wordt fine getuned. En als het dan met één zo'n voorlopercel misgaat, dan krijg je alleen maar broertjes en zusjes, één eigen tweelingen van die kloon. Heel dom. En niet meer het hele bonte repertoire en dan gaat de baas spelen. Bij multiple myeloom zijn dat heel veel plasmacellen. Die maken het beenmerg kapot, die maken het bot kapot, die maken je ziek. En dit is een kleine kloon, sneaky, je hebt hem niet eens door. Maar omdat hij voortdurend die vieze vrijlichte keten die verkeerd wat gevouwen lekt, kappa of lambda. En dat gaat in de wielen rijden. En die willen we weer omlaag zien te krijgen. En dat kan je gewoon meten. En dat doe je maandelijks of twee maandelijks of drie maandelijks. En zo vetbiopt met grotere tussenpozen. Want dan zit je aan de andere kant van het spectrum. Dus aan de voorkant die kappa, daar kan je kort op zitten. En als je nog dieper wil in het B-merg, als je een normale kappa of lambda vindt en je denkt van heb ik nog echt restziekte, dan moet je in het B-merg kijken. Kijk je die plasmacellen aan, die gooi je door een machine en dan kan je zien of er nog minimale restziekte is. Dus nog achter de comma. Maar het uiteinde van het spectrum is amyloïd in je organen en in je vetbiot. Ja. Mijn heer. U hebt het over lichte ketens en regelmatig wordt het bloedonderzoek bij mij gedaan. Waar kan ik op die hele staat van die uitdraai van mijn bloed vinden of mijn lichte ketens veranderd zijn? Nou, als het goed is, kijk, ik vraag voortdurend een M-proteïne aan, dat is een monoclonaal proteïne. Dat is een eiwitspectrum waarin je een extra bandje kan vinden, vaak de grote keten. Die wordt vervolgens uitgetypeerd en dan weet ik of ik een M-proteïne heb wat dat is. Maar daarnaast kan je gewoon een free light chain bepaling doen. Een vrije lichte keten, VLK. En die kruis ik aan, plus de ratio. En die krijg ik en mijn patiënten te zien. Met de normaalwaarde erbij. En dat is natuurlijk altijd wel een dingetje, hè? Zo'n kappa lambda. Als je wat nierfunctiestoornissen hebt en veel mensen hebben die, dan wordt het al lastig te interpreteren. Dan gaat die kappa blijft een beetje achterhangen. Maar die moet te zien zijn, meneer. Ik begrijp dat er een vraag via de chat is. Ja, klopt. Er is een vraag via de chat. Wat zijn tot dusver de resultaten van daratumumab en hoe is het verloop van de behandeling? Bij mij wordt het gecombineerd met Velsade. Komt dit vaker voor? Zeker. Nou, daar kom ik denk ik zo wel eventjes op. Want die vraag was ook, dacht ik, van tevoren al gesteld. Ja. Dus ja, een SAP-scan, u bent welkom na verwijzing. Maar dat betekent wel een nachtje Groningen, wat ook niet verkeerd is. De volgende dag de SAP-scan en een behandeladvies. Zo'n interpretatie is niet makkelijk. Dat is toch een dynamisch onderzoek. Dus natuurlijk krijgt de verwijzende dokter een uitslag en een advies. Maar meer dan alleen de plaatjes schieten. Dit is ook zo'n beladen vraag. Die kwam vanochtend ook al eventjes langs. En dat proef ik natuurlijk wel vaker. Waarom worden niet alle patiënten met amyloïdose direct doorverwezen naar het juiste centrum? Het is natuurlijk een zeldzame ziekte die hopelijk tijdig wordt opgepikt, maar dat valt nog wel tegen. Ik had dacht ik die dia ook wel laten zien. Hè? Vanochtend kwam dat natuurlijk ook al langs. Je zit een hele periode met een klacht die atypisch is, waarbij een huisarts natuurlijk denkt de natuur is mild, dit gaat vanzelf weer over en uiteindelijk blijft het heel pregnant aanwezig. En dan kom je bij de longarts of bij de cardioloog, de neuroloog, whatever. En uiteindelijk moet bij die persoon ook het kwartje gaan vallen dat dit symptomencomplex wel eens amyloïdose zou kunnen zijn. En ja, uiteindelijk kom je dan bij Hans en mij uit voor de diagnostiek en de behandeling, in Groningen althans. Maar dan zie je vaak dat
een derde van de patiënten meer dan een jaar onderweg is geweest. En dat is kritische tijd die je verloren bent. En dat gaat ten koste van je orgaanfunctie. En 1 op de 3 is door 5 dokters gezien van tevoren. Allemaal oogkleppen op, allemaal hun onderdeel, hun straatje schoonvegend. En dat is natuurlijk heel frustrerend. En slechts 8%, daarbij is het hole-in-one. 1 dokter waarbij een rode vlag is gezien en juist is geïnterpreteerd en adequaat wordt doorverwezen. En ja, dit speelt nog altijd. En dit komt zelfs in academische ziekenhuizen wel voor. Het voordeel van automatisering is bijvoorbeeld dat wij nu hebben gezegd, oké, we hebben alle patiënten klinisch, die kunnen we analyseren. En als we nu eens kijken met een digitaal sleepnet van iedereen met hartfalen, volgt NT-proBNP, iedereen met neuropathie en iedereen met een klein beetje eiwitlek in de urine. Als we die symptomen nu eens uit het systeem halen, dat hebben we gedaan. En dan vis je zo weer, zelfs in een academisch ziekenhuis, een aantal patiënten met amyloïdose eruit. Dus het overkomt ons zelfs, dat ze onder de radar blijven. Wat we hier ook doen, maar dat doen we ook met dokters natuurlijk, voortdurend erop alert maken. Zeker als je al zo'n MGUS hebt, zo'n klein kloontje. Wees alert op dat het niet alleen een MGUS is die kaler kan worden, maar ook amyloïdose. Kijk met een schuin oog naar je hartenzymen, kijk naar je urine, zie het hele klachtenspectrum als mogelijk wel onderdeel van amyloïdose en doe laagdrempelig zo'n vetbiopt. Dus het awareness is denk ik heel belangrijk om heel fijnmazig overal in Nederland te zorgen dat neurologen, cardiologen, dat die alert zijn op dit symptomencomplex en sneller door gaan pakken. Het is ook wel zo dat alle nieuwe hematologiepatiënten in Nederland en oncologie überhaupt, die worden regionaal besproken in een multidisciplinair overleg. Dus iedereen met een hematologische aandoening in Friesland, Groningen, Drenthe, Kop van Overijssel, die komt bij ons langs digitaal. Er zitten meerdere dokters aan boord en die zullen zeggen, hey, multiple myeloom, is hier niet amyloïdose bij? En ook als je een diagnose amyloïdose hebt, ja, dan zal het vaak zijn dat we toch vriendelijk, toch dringend vragen patiënt door te sturen. Omdat wij die wasstraat gewoon beter hebben opgetuigd. Er zit meer expertise. En ja, je hebt sneller een diagnose, komt tot een behandelplan. En dat gaat uiteindelijk denk ik toch ook beter. Het kan een verlengde armconstructie zijn. Je hebt een aantal heel geïnteresseerde hematologen die daar goed in zijn. Die ook veelvuldig bellen. Dus het kan best zijn, ik heb een aantal patiënten in Deventer om eens wat te noemen. Dat gaat goed. Ook alleen Enschede, Almelo, Leeuwarden. Dus in een verlengde armconstructie, wel 1 keer bij ons goed geanalyseerd, goed weggezet. Dan kan best een collega voorzichtig Cyborg-Dex of daratumumab geven. Als je dan maar weer terugkomt op het nest voor je transplantatie of om je SAP-scan te krijgen. Dus het fijnmazige netwerk in Nederland zou moeten maken dat men de beperkingen kent. Dus je bent misschien wel bevoegd om een amyloïdose patiënt te behandelen met de spullen zoals je dat doet voor een multiple myeloom. Maar je moet het misschien niet willen als je het te weinig doet. Dus dan moet je over je ego heen stappen en toch zeggen van, ik stuur patiënt een keer naar een academisch ziekenhuis, een van de expertisecentra, om te zorgen dat ik in ieder geval goed aangehaakt blijf en de patiënt niet tekort doe. Het zijn natuurlijk ook soms hele kwetsbare oudere patiënten met hartfalen, waarbij je denkt van, nou weet je, 1 keer zien en dan toch maar snel weer terug naar huis. En dan moet je ook eerlijk zijn en misschien wel inzetten op kwaliteit van leven. En niet die gang naar het ziekenhuis voortdurend maken als je weet dat dit misschien wel een achterhoedig gevecht gaat worden. Maar daar wat kan, denk ik dat je door moet verwijzen en dat wij patiënten moeten zien. Goed, dat is denk ik veel meer gezegd. Dit kwam vanochtend ook al eventjes langs bij mijn collega Franken. Die akelige neuropathie, perifere neuropathie, die herkent u wel, hè? Opstijgend, autonoom, lastig te interpreteren. Als je duizelig bent, kan natuurlijk ook het hart zijn, dat het allemaal wat zwaar op je maag valt. Wie heeft het niet? En een autonome neuropathie en een neuropathie überhaupt is hardnekkig. Een zenuw die je aan doorsnijdt, die spruit bijna niet meer aan. Zenuwen die je beschadigt, die bekleding daaromheen, dat geneest bijna niet. Dus wat je wil doen bij autonome neuropathie, dat is zo snel mogelijk dat de passen afsnijden. Hier nog eventjes weer die cartoon, die herkent u wel. Zenuwletsel 12%, veel minder dan hart, nieren en lever. Maar wel ontzettend vervelend en invaliderend en maakt dat je onvaste been bent en allerlei andere internistische problemen kan hebben van je interne organen. Ik zeg meestal, wat er na een jaar nog in zit, gaat er meestal niet uit.
Ik behandel natuurlijk ook veel mensen met hemato-oncologische aandoeningen, met chemo-immunotherapie. Daar zie je soms een neuropathie optreden helaas. En wat er na een jaar nog in zit, gaat er niet uit. Dus je kan er wel omheen fietsen. En wat vanochtend is gezegd, van zorg in ieder geval dat je in shape blijft. Dat de gewrichten, de pezen, de structuren, dat je een beetje kan compenseren over wat je aan instabiliteit ervaart. En het andere is eigenlijk labwerk. Magnesium, vitamine B, bedenk het maar. Wietolie, alles wat geprobeerd, maar er is niet zoveel aan te doen. Was het maar waar. Dus je moet ten alle tijde ook voorkomen dat door ons handelen neuropathie ontstaat, voor zover dat kan. Vroeger gaven we thalidomide, het oude Softanon, werkt heel goed tegen plasmacellen. Bij multiple myeloom hebben we dat ingezet, maar ook bij die mensen zien we een invaliderende neuropathie. Dus bij amyloïdose moet je eigenlijk geen thalidomide inzetten. Bortezomib, Velcade, wat we vroeger per infuus gaven. Dat gaf bij 30% van de patiënten neuropathie. En dat betekende dat je snel terug moest. Bij de subcutane wekelijkse een stuk minder, maar ook daar kan het optreden. En als het optreedt, dan moet je eigenlijk gas terugnemen of liever eromheen fietsen. Lenalidomide, het nieuwere thalidomide, kan het ook doen. Niet zo pregnant, maar toch. Als je het idee hebt dat echt die lenalidomide de zaak verslechtert, dan moet je de dosering terugschroeven. Je kan sowieso al niet veel geven, denk ik. 10 milligram, 15, doe eens gek. En dan moet je terug naar 5 milligram of stoppen. Dus voorkomen van verdere schade, dus die amyloïdose behandelen om te zorgen dat je niet opnieuw verslechtering krijgt van je zenuwen. En toch ook symptoombestrijding. En dat voelt een beetje als een tekortkoming, vind ik persoonlijk. Maar het is een hard verhaal. Zeker. Ik zie dat bij een aantal personen, ik heb 4 jaar geleden stamceltransplantatie gehad. Ik zie het mensen rondom de 10e jaar dat het weer terugkomt. In ieder geval dat de eiwitten weer een beetje aan het opbouwen zijn en dat je dan in je risicofase weer zit. Een tweede keer stamcel is dan bij mij mogelijk, vooralsnog. Als ze dan weer die behandeling krijgen met die bortezomib, of in ieder geval dezelfde behandeling als de eerste keer, brengt dat dan weer meer schade toe aan de zenuwen? In verband met dosering, wat ga je dan geven? Ja, kijk, het voordeel van een tweede keer vind ik is dat je de onweersbui in de verte ziet aankomen. In het begin zit je midden in het onweer, je moet de paraplu snel opsteken en nu denk je, frek, die lichte keten loopt op. Wat is het kantelmoment wanneer ik weer moet gaan schuilen? En dat betekent ook dat je die kloon wat minder offensief op zijn donder hoeft te geven. En wij zijn altijd aan het voorbehandelen, maar eigenlijk doet die melphalan die hoge dosis, die doet het. Die ruimt die club op. Dus ik heb ook altijd de neiging om van tevoren die kloon weer klein te drukken. Maar dat hoeft niet met donders en geweld. Ja, dus het mag niet zo zijn dat je daardoor schade leidt. En als je het eerder hebt gedaan op je cyclobordex, dan zou je dat kunnen kiezen. Maar je kan ook zeggen, ik begin met een beetje daratumumab. Heb ik daar de kloon weer goed gedrukt? Dan kan het ook. Dus je hoeft niet per se. Wat je bij een myeloom doet, is vaak triplets, quadruplets, 3-4 middelen, alles erin, gestrekt been. En hier kan je het voorzichtiger doen. Dus het mag niet zo zijn dat je daar schade van leidt. Want die tweede transplantatie moet het hem doen. En die rendeert zich. Komt niet zo vaak voor dat je amyloïdose voor een tweede keer kan transplanteren. Maar als je jong en fit bent en je doet het tijdig, dan lif je waarschijnlijk weer mee op een hele periode ziektevrij interval. Ja. Ik hoor u zeggen, vroeger gaven we bortezomib en Velcade. Nou ja, nog steeds. Maar dat heb ik dus nu gekregen. Dus, maar dat betekent niet dat ik het oude bed heb. Nee. Je kan nog steeds Cyberdex. Nee, Cyberdex is de eerste lijn. En je kan, als je een hele periode geen ziekte hebt gehad en je weet dat de ziekte nog steeds gevoelig is voor de Velcade, dan kan je dat zeker opnieuw doen. Daar is niks mis mee. Je kan het, als die ziekte gevoelig is en de patiënt verdraagt het goed, heeft geen bijwerkingen, kan je weer met Cyberdex uit. Ik verdraag het dus niet goed. Oh. Mij dus ook niet doorverwezen. Ik wist niet dat ik dat zelf kon vragen. Maar nou is mijn vraag, moet ik nou vragen of ik naar zo'n expertisecentrum kan? Want daar heeft hij het helemaal niet over. Nee. Ja, kijk, wie ben ik? Maar kijk, je moet jezelf vooral niet tekort doen. Ik heb niet de illusie dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar kijk, overleggen kan wellicht een keertje. En het is ook niet, je moet volgens mij over je domein heen stappen als dokter en het beste willen voor je patiënt. Ja. En kijk, al was het alleen maar om een keer te sonderen, zit ik op het goede pad. En normaliter zou het zo moeten zijn dat bij vragen, zoals uw behandeling betreft,
dat mijn collega dat terugbrengt in het MDO met de academie of een ander ziekenhuis om te kijken van, als sparrend zit ik goed, hebben jullie adviezen? Maar het is niet zo dat als ik dat vraag, dat ik dan bij dat expertisecentrum ben geweest en ik moet weer terug, dat hij dan eigenlijk denkt van, zoek het maar uit. Ja, kijk, ook dokters hebben ego's, hè? Ja, nou ja. Maar hey, ja, dat is nooit. Maar je moet dat nooit zien als een motie van wantrouwen. Ik denk als je een goede relatie hebt en weet je, tuurlijk, dat is van belang. Misschien wel het meest van belang dat je een goede klik hebt en iemand vertrouwt en dat doet u en dat moet u blijven doen. Goed, het kan zo zijn dat je denkt, ja, wacht eens eventjes. Ik hoor en zie dingen. Ik heb daar vragen over. Zou het niet kunnen zijn dat we een keer... dan moet die relatie goed blijven. Als die goed was, moet die goed blijven. Okay. Ja, de hele relatie was wel lastig, omdat het in de coronatijd was. Dus ja, dat mondkapje op dat beeld bellen, ja, dan was niet zoveel... heb niet zoveel geen maar meestal, meestal als ik bel, doe ik het kapje af. Oké. Okay. Ik heb even een vraagje over die stamceltransplantatie. Want ik hoor u zeggen van als je jong genoeg bent, dan zou je hem een tweede keer kunnen doen. Wij vechten daar al 10 jaar tegen, zeg maar. Want ons is verteld dat dat niet mocht. En de laatste berichten die we hebben gekregen is, de eerste stamceltransplantatie heeft 5 jaar gewerkt, zeg maar. Toen is de ziekte teruggekomen. Dat een tweede stamceltransplantatie, zeg maar, 2,5 jaar maar zou werken. Dus dat het niet opweegt tegen de lengte dat de ziekte wegblijft. Ja. Overigens, dit is mijn man trouwens waar het over gaat. Ah. Hij wordt nu behandeld met de daratumumab. En vooralsnog lijkt dat te werken. Nee, maar... Nee, kijk, hetzelfde hebben we bij het multiple myeloom. Dat lijkt er toch heel veel op. Dus als je een substantiële periode hebt gehad waarop de ziekte weg is geweest. En wij rekenen meestal bij het myeloom 3 jaar als je len-onderhoud hebt gehad en 2 jaar als je dat niet hebt gehad. Dat is klassiek. Dan loont het zich om nog eens een keer een tweede transplantatie te doen. U hoort al, die intervallen zijn korter. Dat is niet in beton gegoten, want je hebt nu, zeker bij het myeloom, en dat siepelt door naar de behandeling van amyloïdose, meerdere behandellijnen, om eens wat te noemen, daratumumab. Dus er komt een kantelmoment, dat is een beetje afhankelijk van de context. Hoe ziek is iemand? Welke leeftijd biologisch heeft hij? Welke kaart leg ik op tafel? Ga ik voor opnieuw HDM? En ja, dan weet je dat je eventjes flink door de wasstraat gaat, dat je dat een half jaar kost. En dat je hopelijk weer een aantal jaren hebt. En dat is veelal korter dan de eerste keer. He, dus die plasmacellen die een draaiende orde geven, die zijn niet achtelijk, die snappen dat, die poppen weer wat sneller op. Dus het rendement is korter. Dus je hebt een afweging van het voordeel versus, nou ja, de termijn is korter en ik heb er waarschijnlijk meer last van. Dus ja, dat is de afweging die je moet maken. Als je het een aantal jaren doet op daratumumab, dan hoop je dat je daarna, als je er doorheen breekt, dat je een andere kaart op tafel kan leggen en de ontwikkelingen gaan snel. Maar dat is... Ja, dat is een beetje de plus en min goed op een rij zetten om te kijken waar je staat en wat je wil. Ja, volgens ja. was dat net voordat de kwam. En dat was het alternatief. Dus wij hoopten op die stamceltransplantatie. Alleen toen kwam de arts inderdaad met daratumumab. En dat doet... Dat is op zich oké, denk ik. Voor nu zeg ik. Ja, dat je kan. Het, maar ja, de bijwerkingen vallen mee vergeleken ja. met chemo's. Dus. Nee, zeker. Nee, dat is goed te doen. Ja, er komt een moment, dan gaat hij natuurlijk weer wat oplopen. En dan is de vraag, wat nu? Ja, hopelijk ben je dan 10 jaar verder, maar dat kan je natuurlijk niet garanderen. Kijk, komt dat te snel te kort en je kan niet meer goed uit met bortezomib, met lenalidomide of ixazomib. Ja, dan wordt het misschien wel zaak om wat anders te bedenken. Maar goed, ik heb u ook laten zien, er komen andere behandelingen aan. Bispecifieke antistoffen, misschien heel erg in de toekomst CAR-T-cellen. Dus het veld staat niet stil. Dus als je nu weer een aantal jaren kan kopen, dan lift je waarschijnlijk ook mee op de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Amerikanen zijn helemaal niet zo melphalan en hoge dosis transplantatie melphalan minded. En die proberen daar omheen te fietsen. Ook een groot centrum in Italië, Pavia, transplanteren bijna niet. Die proberen er omheen te fietsen met Cyberdex, Dara en dat uit te faceren. Maar goed, ja, er zitten hier vast meerdere mensen in de zaal die HDM autoloog hebben gehad en die jaren weer goed gaan. En ja, dat is toch ook wel mooi. Een vraag begreep ik? Ja, er is een vraag in de chat. Iemand die zegt, behandeld in België, goed gereageerd op stamceltransplantatie en situatie is gunstig nu. Er werden, schrap, worden geen vetbiops gedaan. Is regelmatig controle in bloed voldoende om herval tijdig te herkennen? Of wanneer moeten er alarmbellen afgaan?
Nee, kijk, je vaat inderdaad op die vrije lichte keten. En dus die, in principe zou die voldoende moeten zijn om je beleid op te sturen. Maar je wil ook zien of het lichaam zich ontdoet van amyloïd. En dat kan je met je vetbiop doen. Dus het is meer een extra ijzer die je in het vuur hebt naast je sapscan en je biochemie. Dus het hoeft niet per se. Dat is wat anders bij het multiple myeloom. Dan heb je heel veel plasmacellen. En soms zie je dat die ziekte zich anders gedraagt. Die lekt geen eiwitten meer, maar blijft zich wel delen. Dus krijg je meer gezwellen in plaats van dat je het kan meten met je eiwitten. En daar heb ik echt PET-scans voor nodig en andere methodieken en BMR prikken. Maar goed, in principe kan je het, heb je niet per definitie een subcutaan vetbiop nodig. Zeker. Ik ben blij dat er zoveel vragen zijn. Ik dacht, ik kan het hele verhaal opnieuw gaan afdraaien, maar dit is veel beter. In april 2020 kreeg ik de diagnose, amyloïdoos. En toen ben ik aan de chemo gegaan. En ruim drie maanden kreeg ik te horen dat het voor mij afgelopen was. Mijn conditie was helemaal op. Mijn hart was zeer slecht. Die kon er elk moment mee uitscheiden. Dus ik ben terugverwezen naar de huisarts. Ja. Ik ben gestopt met alle medicijnen. En sindsdien gaat het alleen maar beter. En mijn hart is eigenlijk weer helemaal hersteld. Mijn nieren zijn weer helemaal goed. Mijn darmen beginnen nu weer te herstellen. Mijn neuropathie wordt steeds beter. Hoe kan dit? Hey, waarschijnlijk heeft u een diepe hematologische respons. Dus die lichte ketens die zijn flink de nek omgedraaid. En ondanks de demagogische berichten richting u, van gaat heen en kijk maar hoe lang u nog heeft, zie je soms dat je het toch voor de poort hebt weten weg te slepen. Dat het is gaan kantelen. Dat die hematologische respons zich heeft omgezet in een orgaanrespons. En ja, dan kom je weer bovendrijven. En dan bent u het voorbeeld dat de statistiek niet altijd klopt. En dat zien we. Dat zien we. Het is ook wel, ja, het is natuurlijk wel verdrietig. Dat is altijd de spagaat waarin je zit. Hè? Dat geldt ook voor de oncologie. Hoe lang ga je door en wanneer gun je iemand niet een menswaardig afscheid? En we gaan soms door bij mensen met acute leukemieën en transplantatie tot aan het gaatje. Als je de klok soms terug kan draaien, dan denk je, hadden we het maar nooit gedaan. En ja, de succesmomenten, dan zeg je van, zie je wel, je moet het doen. En dat is een kantelmoment van hoeveel kan iemand aan, wil je aan. En op een gegeven moment moet je ook eerlijk zijn en zeggen, ja, dit heeft geen zin. En soms ja, wordt dat gelogen gestraft en worden mensen vanuit een hospice weer ontslaan. Dat heb ik ook meegemaakt met andere ziektes. Gelukkig voor u, en hopelijk blijft dat langdurig weg. Maar ja, wel een les voor het recidief, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, wonderbaarlijk, absoluut. Amyloïdose in de longen, vroeg ook een patiënt. Blijkbaar is dat gediagnosticeerd en nu, er wordt niks aan gedaan. Wat gaan we nu hiermee doen, vroeg die persoon zich af. Heeft iemand van u amyloïdose in de longen gehad? De dame daar, nog iemand. Dat was van mij. Ja. De vraag was van mij. Ja. Nee, zonder u aan te wijzen. Ik heb amyloïdose in de longen, ja. Ook sclerodermie. Okay. Wordt wel in de gaten gehouden, maar dan lees ik over elimineren en er gebeurt gewoon helemaal niks. Als terugkomen iedere keer. Ja. Ik zit nu wel aan de verneveling. Ja. Gewoon omdat ik heel veel moet hoesten daardoor en benauwd ben soms. Ja. Maar er gebeurt niks verder. Nee. Maar ik zag twee vingers in de zaal. Dat geeft ook wel aan dat het klaarblijkelijk klinisch niet heel erg leeft. Hè? Of mensen zijn heel bescheiden, dat kan ook. Ja. Dus het komt klaarblijkelijk niet vaak in het rijtje voor van organen, denken wij althans, waar het zit. En dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Ik heb hier een paar plaatjes, dat zijn CT-scans, dwarsneusnedes door longen. Linksboven ziet u, kijk of ik een pointer heb, dacht het wel. Nou, maakt ook niet uit. Linksboven ziet u een dwarsdoorsnede met daarin een nodus. Er staat een rood pijltje bij, is een beetje klein. Al hoestende wordt er soms een longfoto gemaakt of een CT-scan. En dan belt de radioloog de huisarts, die zegt, dat is niet goed, er zit een longhaard in. Dan kom je bij de longarts, die denkt, nou mevrouw, dat zal maar zo longkanker kunnen zijn. We gaan biopteren of een kwap eruit halen. En dan komt daar bij toeval amyloïdose uit. En dan snapt niemand hoe dat dan daar komt en wat dat dan is. En dan uiteindelijk komt u bij de hematoloog hopelijk terecht. En je hebt verschillende patronen. Het kan als nodus daar zitten. Maar het kan ook een beetje net als een longontsteking zich manifesteren. In de longblaasjes en tussen de longvliezen, soms met longvocht. En soms zien we het ook aan de binnenkant zitten. Dit is een beeld van de luchtpijp. En dan zie je van dit soort vetdruppeltjes lijken het wel onder het oppervlak zitten. En dan kan je natuurlijk bloed op uithoesten. En ja, daar zit amyloïd in. Dus dat is een beetje het verdelingspatroon. En we weten uit oude obducties van het verleden, als je mensen die overleden zijn analyseert met amyloïdose, dat 3/4 van de mensen best wel longamyloïdose heeft.
maar klaarblijkelijk subklinisch. Niet altijd klachten daarvan. En ja, wat wij dan moeten doen is altijd uitzoeken, is het een lokale amyloïdose? Zit daar in de long een clubje plasmacellen met die weeffout die lokaal aanleiding geven tot amyloïd? Of is het eigenlijk een BMR-ziekte met een uitzaaiing, zou ik maar zeggen, amyloïddepositie in je long? In dat laatste geval ja, moet je de BMR-ziekte behandelen. In het eerste geval moet je goed kijken, oké, wat betekent dit voor deze patiënt? Het is lokaal neerslag van materiaal waar je niks mee kan. Ziet hij de longfunctie in de weg? Compromitteert hij u of geeft hij voortdurend bloed ophoesten? Ja, dan moet je er iets mee. Dat kan resectie zijn, dat je een kwab eruit haalt. Is nog wel een dingetje. Dus een beetje afhankelijk van hoe uitgebreid is het middel niet erger dan de kwaal. Want ja, heel veel mensen komen er niet van in de problemen. Het kan wel. Als je massaal longvocht hebt, ja, dan is dat onacceptabel. Maar voordat je zeg maar, de scalpel pakt of radiotherapeutisch wat gaat doen, moet je goed weten wat de prognose daarvan is en hoe het zich gedraagt. En wat ik u al zei, veelal kan je het accepteren en wederom heen fietsen. Omdat het vaak niet, ja, niet levensbedreigend is en hopelijk ook niet invaliderend. En chemo-immunotherapie, net als je bij een systemische AL-amyloïdose doet, dat is slechts een minderheid die je op die manier behandelt. Ja, dus het voelt heel gek dat je denkt, er zit wat. Hoe vaak moet je dat dan controleren? Hoe snel gaat dat? Word ik straks invalide door slechte longen? Ja, dat valt in de praktijk mee, maar dat is de onzekerheid van het begin. En zeker bij de patiënt. Dus ja, dat vraagt vertrouwen, regelmatig scan zien en zien hoe snel is dat dan progressief. Om te zien of je op het juiste pad zit. Ja. Dit was ook een vraag. Is er onderzoek gedaan naar de combinatie van AL-amyloïdose en prostaatkanker? Ik heb wel patiënten gehad met een prostaatbiopt waarin dan amyloïd zat. Klaarblijkelijk stapeling lokaal in de prostaat. Net als je daar een non-Hodgkin lymfoom in kan krijgen, een MALT-lymfoom. Prostaatkanker krijgt elke man. Als je 100 bent, heeft iedereen prostaatkanker. En dat gaat natuurlijk, dat is een ziekte die heel veel voorkomt met de veroudering. Maar er is in mijn beleving geen correlatie dat je meer kans op prostaatkanker hebt of vice versa met AL-amyloïdose. Dus ja, het zijn twee dingen die dan oppoppen waarbij net als de diabetes vanochtend ook prostaatkanker helaas heel veel voorkomt. En dat kan gewoon bijvangst zijn. Prostaatkanker, ik ben geen uroloog, maar vroeger wel prostaatkanker behandeld. Dat is lokaal resectie met de robot. Dat is radiotherapie, dat zijn hormonen als het uitgezaaid is en dat is soms chemotherapie. Ja, en als je aan de taxanen moet voor je uitgezaaide prostaatkanker en je hebt amyloïdose, dan is dat wel iets te veel, is mijn inschatting. Maar normaal kan je een prostaat gewoon aanpakken als die amyloïdose rustig is en heeft het geen correlatie. Dus ik denk dat hier de vraag wel mee beantwoord is. In de behandelrichtlijn, ik heb hem er weer op na moeten slaan of het er inderdaad zo in stond. Klaarblijkelijk worden mensen behandeld met daratumumab. En dan lees je in de richtlijn misschien wel dat na 2 jaar dat wekkertje afloopt. En wat dan? Ik heb een uitroepteken gezegd, individualiseren. Bij het multiple myeloom is het veelal zo dat wanneer je dit soort therapieën geeft, dat je dat als onderhoud geeft. Tenminste in een tweede lijn. Wat je graag wil is dat die plasmacellen die kwaadaardig zijn, dat je die eronder houdt. En zolang die nog aanwezig zijn en een klein beetje eiwit lekken, ja, dan kan je wel stoppen met de daratumumab, maar dan pakt hij je terug. Dus zolang je in control blijft, mag je doorgaan, kan je 2 jaar doorgaan. Ik heb ook wel mensen 6 jaar op de daratumumab, moet niet liegen, maar jaren. En dat kan straffeloos. Maak eventjes mijn betoog af. In die Andromeda-studie hebben we natuurlijk gezien dat CyberDex met Dara, dat die combinatie, dat die eigenlijk zaligmakend is. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat alle nieuwe amyloïdose patiënten, als dat kan, met die 4 middelen worden behandeld. En ik denk, de mensen die je daar niet met CyberDex kan behandelen, die een stadium 4 hebben, dat je die ook Dara geeft in de eerste lijn. In die Andromeda-studie kreeg je, als je daarvoor lotte, eerst 6 kuren met daratumumab en dan nog 2 jaar daratumumab onderhoud. En we weten eigenlijk niet of je nog wel 2 jaar onderhoud moet geven, of dat beter is dan als je het in het begin hebt gehad en geen onderhoud hebt. Maar in de tweede lijn is het zo veelal dat wanneer je ermee begint, dat je doorgaat. Maar je kan zeggen, ja, ik heb nu al een half jaar geen lichte ketens meer. Ik doe een BMR. Ik zie nog maar 2% plasmacellen. Die gooi ik door een machine. En
Dat kunnen wij met flowcytometrie. En ik zie echt geen klonale plasmacellen meer. Het is nu al tijden rustig. Ja, dan kan je zeggen, jongens, we stoppen er eens mee. En we kijken wat er met die lichte ketens het komend jaar gaat gebeuren. En zie je het weer oppoppen en je bent nog gevoelig, dan kan je er weer in. Aanvullend, ik heb nu 2,5 jaar daratumumab en mijn lichte ketens zijn nog steeds onder de 10. Dus ik denk dat het gewoon goed kan. Zeker. Nee, dat is goed spul. Als monotherapie bij het multiple myeloom doet maar 1 op de 3 het erop. En bij amyloïdose veel meer mensen heb ik het idee. Dus die plasmacel is veel gevoeliger voor die anti-CD38. En ja, ik zeg je kan het straffeloos doen. Maar wat je eigenlijk doet is alle plasmacellen een draai om de oren geven. Dus mensen hebben een slechte immuunrespons. Dus we zien nu in COVID-tijd ja, dat daratumumab en ook rituximab en andere spullen maken dat je inderdaad ja, van je multiple myeloom amyloïdose af bent. Maar er staat wel een rekening op bij COVID. Dus ja, in deze tijd heel laagdrempelig doorgaan, moet je misschien toch ook weer ja, kan je ook een kanttekening bij plaatsen als je het kijkt vanuit het COVID-perspectief. Ik zie tijdens de behandeling van de daratumumab, zeg maar, dat je dus ook een diverse antibiotica kuren krijgt. Wat doet dat op de lange termijn met je lichaam en ja, met je weerstand en opbouw? Ja, nee, wat we weten, daratumumab, als je dat geeft, de eerste 2 maanden zien we heel veel luchtweginfecties. Hè, dus met een hemofilus, een pneumokok. Dus de eerste 2 maanden moet je eigenlijk ciproxin bijgeven. Vaak combineer je het in het begin ook met dexamethason. En dexamethason maakt dat je makkelijker een pneumokystis longontsteking krijgt. Dat betekent dat we iedereen cotrimoxazol geven. Daratumumab maakt dat wanneer je ooit gordelroos hebt gehad of nog niet, dat je makkelijker herpes zoster krijgt. Dat betekent valacyclovir 2 of 1 keer daags. Ik had gisteren iemand die zei, ik heb al 8 jaar valacyclovir, zullen we eens niet stoppen, want ik heb diarree. Je kan het straffeloos doen en ik denk ook wel eens van ja, zo lang selecteer je niet uit, maar valacyclovir kan je lang geven. Cotrim, veel allergie, maar kan je lang geven. Dus ik zie niet zomaar resistentie daarmee optreden. Dus je kan dat doen, zeker. Ja. Is onderzoek gedaan, dat is eigenlijk een vraag voor mijn collega Franke vanochtend, tussen amyloïdose en Parkinson. En kijk. Amyloïdose is natuurlijk een verkeerd gevouwen eiwit wat wordt gestapeld. Parkinson is meer of minder mate ook een eiwitstapelingsziekte, een prionziekte. Waarbij in de centrale kernen geen dopamine wordt aangemaakt. En daardoor ja, verstar je en heb je initiatieproblemen. U kent het wel, parkinsonisme en dementie. Maar dat staat in mijn beleving hier los van. Zijn andere aanvliegroutes, andere eiwitten. Ook een Alzheimer, waarbij je ook plaks kan krijgen van amyloïd. Dat is een ander type ziekte, dus is niet geassocieerd. Is een relatie tussen AL-amyloïd en stenose van het lumbale kanaal. Die meneer zat hier vanochtend, dacht ik. Maar die is nu verkast naar de ATTR-hoek, denk ik. Want die associatie... excuses. Ja, maakt niet uit. Dit is zeker een goede sessie. Bij de AL-amyloïdose zien we niet zomaar lumbaal kanaal stenose. Doe ik wel een bad luck. Ik heb het onderaan in mijn rug zitten, zeg maar. Ja. Er zijn er een paar werveltjes die versleten zijn en tegen elkaar rond zitten bijvoorbeeld. Zeker. Oorzaak. Ja. Ja. Je hebt ook andere ziektes die inderdaad rondom het myelum, rond je rugmerg gaan zitten in dat nauwe kanaal en daar druk geven. Maar het geeft natuurlijk pijn en uitval. En ja, dan kom je bij een orthopedisch chirurg die krapt dus achter zijn oren en denkt, ja, moet ik hierin gaan bijtelen? Je kent het waarschijnlijk wel en uiteindelijk leef je nog lang en ongelukkig, zeg ik wel eens. Maar je kan er niet zoveel aan, maar het staat los van AL-amyloïdose. Okay. Ja. Goed. Volgens mij zijn we met de overige vragen ook al een beetje rond geweest. Maar misschien toch nog nabranders. Mijn vrouw die heeft... voor een tweede keer een CVA gekregen. En de laatste was pas 2 maanden geleden ongeveer. Is er een relatie met AL? Nee, ik roep het nu makkelijk en ik hoop dat ik geen domme dingen zeg. In mijn beleving niet. Oké. Nee.
Nee, het is niet zo dat ik regelmatig TIA's of CVA's zie. Kijk, je bent met spulletjes soms wel trombogeen bezig. He, dus zeker als je lenalidomide of pomalidomide geeft, dat is wel trombogeen. Dexamethason is een beetje trombogeen. Boezemfibrilleren maakt dat je propje schiet, CVA, TIA. Soms moet je antistolling geven bij pomalidomide, lenalidomide. Dus kan je weer de bloedige kant op schieten. Dus ja, dat je makkelijker hersenpathologie kan oplopen, dat snap ik. Maar één op één een associatie met de ziekte zie ik niet zomaar. Oké, okay. Ja, misschien dat hartpropjes die gevormd worden in de hart als gevolg voor een hartritmestoornis. Nee. Ik zie wel mensen met Pompsyndroom. Nog weer een witte raaf. Dan kunnen we denk ik in een heel klein zaaltje af op een zaterdag. Dus een Pompsyndroom is ook een plasmacelziekte. En die mensen hebben wel makkelijker hersenpathologie. Maar ik ken het niet van amyloïdose. Tussen amyloïdose en schildklier? Ja, we zien heel vaak op zo'n SAP-scan een schildklier opkomen. Maar ik test het te weinig, moet ik u zeggen. Hoor. Het is zo'n instinker, zo'n TSH een keertje meeprikken om te kijken of de thermostaat van je schildklier wel goed staat. Er zit vaak stapeling in, maar ik moet u zeggen, ik zie niet vaak een uitval van de schildklier. Maar het komt natuurlijk voor en ook schildklierpathologie komt natuurlijk best vaak voor. Te snel of met name te langzaam als je wat ouder wordt. Ja. He, nu is ze veel te snel. Okay. Ik heb al 5 jaar amyloïdose. Ik ben daarvoor behandeld. Dat is heel goed. Ja. Maar nu zit ik met mijn schildklier. Ofwel is het te hard, ofwel te traag. Oké. Okay. En ik heb dat toen gevraagd en ze zei, daar is geen verband mee. Nee. We zien wel amyloïdstapeling op de scan, wat ik u schetste. Dus er zit wel amyloïd in. Maar of die daarmee de functie op hol laat slaan of anderszins. Kijk, een schildklier kan ook op basis van, je hebt multinodulair struma. Je hebt soms een haartje wat in de overdrive zit. Dus daar zit heel veel ziektebeelden achter. Dus uw internist endocrinoloog moet dat in kaart hebben gebracht. En u hebben uitgelegd wat er aan de hand is. Maar ik zie niet direct de associatie tussen de amyloïdose en de dysfunctie. Ja. Had u ook een vraag? Ik had ook een vraag voor mijn vrouw. Die doet ook amyloïdose. En voor die tijd had ze helemaal geen problemen, geen moe of niks. Maar sinds ze die amyloïdose heeft, is ze altijd moe, moe en nog eens moe. Ah, volgens mij heeft u... Ja, wat zou ik erop zeggen? Maar volgens mij heeft u wel gehoord dat er heel veel reden is om moe te zijn bij amyloïdose. Dus het is zo'n... mijn schoonmoeder heeft ook amyloïdose gehad. Die was altijd wel redelijk kriek, moet ik zeggen. Maar het zet de rem op heel veel organen. Dus een lage bloed. Ja. Dat hoort er gewoon zo bij. En we doen er niks aan, we kunnen er niks aan doen. Dus je blijft maar gewoon moe. Kijk, als je... Zeker, maar dat zit een... Ja, nee, dat klopt, dat is Polkon, daar gaat de Duracell-batterij erin. Maar dat kan niet voor iedereen, hè. Dus dexamethason betekent onmiddellijk vocht vasthouden... en voor een aantal mensen duw je ze over het randje. En het is voor de korte periode. Ja, dat klopt. Maar goed, elke patiënt met amyloïdose is uniek, denk ik. Maar die draagt heel wat met zich mee... Een lage bloeddruk, een hartfunctie die niet goed doet, wat nierfalen, een lever die wat tegenhobbelt, medicatie. Ook het besef dat je iets hebt waar je niet klaar mee komt, zou ik maar zeggen. Je hebt reden genoeg om moe te zijn. Dus ik wil uw vrouw daar niet op disqualificeren. En u zou er niet moe van moeten worden, maar goed. Nee. Mijn man die krijgt daratumumab met dexamethason. En ik vroeg me af, dexamethason veroorzaakt ook meer vocht in je lijf. Ja, ja. Zou dexamethason ook gestopt mogen worden? Zeker. Ja. Nee, in het begin geef je hem bij tweeënlei. Enerzijds geef je hem bij tegen de allergie op daratumumab. Die zien we bijna niet meer, samen met een tabletje antihistaminicum. En ja, als dat goed gaat, ik heb mensen die ik zonder dexamethason daratumumab geef. Mag misschien officieel niet, maar dat kan. Je kan het afbouwen. Ik geef bijna nooit 20, dan geef ik 10. En als dat goed gaat, een keer 4. En als dat goed gaat, ja, kan je hem stoppen. Ja. Ja. Ik zit nogal met problemen rondom mijn slikprobleem. Die zijn dermate aanwezig dat ik bijvoorbeeld 2-3 happen kan kauwen. Ja.
En tot dan de pijn zo toeneemt, tot ik uitgegeten ben, tot het niet meer lukt. Is dan pijnbestrijding een alternatief? Of zou ik eigenlijk die hele keelstreek na moeten laten kijken? Nee, maar dat is amyloïd. He, dus er zitten twee dingen. En ik had het op de weg hier naartoe met Hans erover, dat hij via de, wat was het, via de rheumatologie dacht men aan arteritis temporalis. Dus pijn bij je slapen, maar dat was pijn in de spier, de masseter. Ja? En daar zit amyloïd in. En je krijgt gewoon verkramping van die spier. Dus als je aan het kouwen bent, dan verzuurt die. En ja, krijg je kaakklachten. Je kan gewoon niet goed kouwen. Hmm. Dus dat is amyloïddepositie. Dat zit daarin en benadeelt je spier. En wat ik ook heel vaak zie is amyloïd in de hoofd-halsgebied. Ik heb een meneer gehad die kon helemaal niet slikken. Die moest aan de zondevoeding. En uiteindelijk heel langzaam wordt die tong wat dunner. De keel wat strak, wat minder strak. Maar die durft ook niet te transplanteren. Dat is allemaal heel kwetsbaar. Maar dat is er aan de hand. Dus ja, je kan niet meer doen dan aan de voorkant zorgen dat je geen lichte keten meer aanmaakt. En hopen dat je het amyloïd klaart. En bij de meeste mensen gebeurt dat wel. Ik weet niet al hoe lang u al onderweg bent. En of de amyloïdose aan de voorkant goed te pas is afgesneden. Want dat is wat je moet doen. Nou, ik heb die keelpijn eigenlijk al. Of die kaakpijn. Yeah. Ja, die heb ik al een jaar of 6, 7. Ja, maar dat is dus echt amyloïd in die masseter. Yeah. Ja. Ik zit er ook in. Hier, daar. Is ook... Ja, nee. Mensen met spierruima, artritis temporalis, die hebben een ontsteking van de vaatjes aan het hoofd. En mensen zijn ook moe, zou ik maar zeggen. Wat hoofdpijn, hoge bezinking, bloedarmoede. En dat is vaak polymyalgia rheumatica of artritis temporalis. Dat is een ontsteking van de vaatjes. En dat lijkt heel, dat komt best vaak voor en dit niet. Dit heeft niemand dat je amyloïde in je masseter kan krijgen. En dus ja, maar dat, als je daar een biopje uit doet, dan zie je dat als je daarop kleurt, dat er amyloïd in zit en niet een ontsteking van je vaten. Ja. Ik heb nog een online vraag gekregen. Ja. Mag ik die stellen? Zeker. Na de eerste chemocyclus succesvol VLK van 131 naar 43 kunnen terugbrengen. Nu de vraag, blijft deze waarde laag als chemo wordt vervolgd? Dat is, ik weet niet wat het vervolgtraject is. Hè. Dus ik heb u uitgelegd dat je die vrijlichte keten in een normale range wil douwen. Heb je een verschil tussen de bovenste en de onderste van meer dan van kleiner dan 40, heb je een very good partial response. Daar zijn we al wel tevreden mee. Maar het liefst wil je nog dieper. En dat lukt misschien met de melphalan die je gaat geven als je transplanteert. Of je houdt de druk op de ketel. En als je hem heel lang op 40 kan houden en dat is onder het vriespunt, onder het omslagpunt voor amyloïdvorming, dan is 40 voldoende. Dat kan dat je daar genoegen mee moet nemen en met daratumumab of len onderhoud mensen jaren op die 40 houdt, waarbij je net onder dat omslagpunt voor amyloïdvorming zit, dan is dat een modus die je te bewandelen is. Ja. Nou, lijkt me mooi zo. Ik denk dat we eens af moeten gaan ronden. Ik vond het weer uitermate leerzaam. Graag gedaan. Ik vind het ook vooral interessant om iedere keer toch weer hele nieuwe dingen te leren. Gelukkig, heel goed. Ja. Heel hartelijk bedankt voor je voortdrag. Graag gedaan. Alsjeblieft. Merci.